aan het einde van de rit, toen we het gingen opnemen, toen is dat hele lange disco-einde erbij gekomen. Eigenlijk in een spontane jam-sessie met Jelte en het bandje. Want dat was er helemaal niet. We hadden gewoon het liedje. En ineens zaten we helemaal te viben van woe, weet je. Kwam dat hele uitro, een soort mega disco revival ding. En dat is bijna een liedje erbij of zo. En dat is dan totaal spontaan ontstaan, terwijl het nummer was echt al 1,5 jaar geleden geschreven. Candy doet altijd mee op mijn albums. Dus ik heb heel veel albums thuis ook opgenomen. Ik heb zo'n soort thuisstudiootje. En ze komt gewoon altijd langs. Van, nou, ik heb weer heel veel dingen liggen. Kijk maar waar je bij welk liedje je wat voelt of niet. En daar heb ik wel een idee over, maar ik laat haar ook altijd even luisteren van joh, kijk maar wat je wil, doe maar gewoon lekker je ding. En dat was bij dit album ook, dus we hebben haar geloof ik op 4 tracks laten spelen. En ook zij is weer heel humble, dan zegt ze joh, ik speel van alles in en kijk maar wat je ervan gaat gebruiken. En dat is ook zo leuk, we willen het allemaal mooier maken. En bij dit liedje kwam ineens als een soort helder licht kwam er een gigantisch aandeel voor Candy aan het eind van het liedje op de track. Dat is die enorme disco revival aan het einde. Ik zeg nou Ken, ga even los, probeer wat. En toen heeft ze echt een super vette special geschreven. Ze kwam en ze zei joh, doe wel wat. En het werd zo te gek. En ja, het is nu een van de highlights op het album natuurlijk. Ook zonder ego, weet je wel. Dus heeft alleen maar, als de muziek ten goede komt, dan is Candy ja, overal toe bereid. En dat heeft ze nu ook weer zo prachtig laten horen. Echt te gek hoor.